Wat Mercedes met de GLK niet lukte, lukte met de GLC vervolgens wel. Dik scoren in het felbevochten middelgrote premium SUV segment. En dat levert wel gelijk een probleem op voor deze nieuwe GLC, want die moet niet alleen zijn goed gelukte voorganger doen vergeten, maar ook gelijk de concurrentie van zich afslaan. Bijvoorbeeld in de vorm van de Audi Q5. Mercedes heeft de nieuwe GLC in ieder geval een stuk groter gemaakt dan zijn voorganger en dat moest ook wel. Niet alleen om die Q5 van repliek te kunnen dienen, maar vooral ook om de GLB uit eigen huis te kunnen verslaan, want die zat hem behoorlijk op de hielen. Het resulteert erin dat de GLC nu 4,71 meter lang is en een wielbasis heeft van 2,88 meter. Dat is echt behoorlijk fors. Achterin bijvoorbeeld past 620 liter bagage. Dat is 100 liter meer dan die Audi, dus dat is echt wel een heel fors verschil. Kijk je dan op de achterbank, dan zijn de verschillen een stukje kleiner. Beide zijn voor iemand van 1,80 meter meer dan voldoende, al moet ik wel zeggen dat ze hebben allebei een panoramadak. Dat snoept wel wat van de hoofdruimte af, maar voor iemand van mijn postuur, 1,80 meter, is het prima te doen. Voorin kun je wel zien dat de GLC hagelnieuw is en de Q5 echt al wel een tijdje op de markt. Er is niet echt iets mis met die Audi Q5, het zit allemaal heel degelijk in elkaar, de materialen zijn bovengemiddeld mooi. Ja, kijk je naar het grafische geweld in deze Mercedes en dan merk je wel dat virtual cockpit systeem van Audi, wat ooit zo grensverleggend mooi was, zo vooruitstrevend als het ooit was, dat is het nu zeker niet meer. Want hier heb je veel grotere schermen, er zitten ook veel meer opties in. Ze zijn sneller, ze zien er mooier uit. En ik moet zeggen dat ondanks dat je wel wat fysieke knoppen mist, is er ook heel goed over nagedacht. Want de airco-bediening zit in het scherm, zijn we normaal gesproken niet zo fan van. Maar bij deze Mercedes zijn ze in ieder geval altijd zichtbaar. Dus wat je ook doet, door welke menu je ook heen gaat, je blijft hier onderin altijd dezelfde knoppen hebben. En daardoor levert de bediening niet echt frustraties op. Dat gezegd hebbende, in die Audi heb je nog gewoon draaiknoppen voor de temperatuur en ook een draaiknop voor het volume van de radio. En dat is toch wel heel erg prettig om iets even snel te kunnen bedienen. Nou wil ik heus niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar sommige dingen waren wel gewoon een stukje makkelijker. Eerder dit jaar bij de introductie reden we met de plug-in hybride variant van de GLC. Dit keer hebben we te maken met de absolute basismotor, de GLC 200. Dat is een 2 liter 4-cylinder turbomotor met 204 pk en 320 Nm. En grappig genoeg is dat precies dezelfde waarde die de Audi ook laat noteren. Nou is er wel een verschil dat het zijn allebei mild hybrids. Alleen deze Mercedes heeft een sterker mild hybrid systeem. Wat betekent dat de startergenerator 27 pk aan vermogen kan leveren. En dat is natuurlijk, nou ja, best wel fors. Het is bijna een hele elektrische Dacia bijvoorbeeld. Dat betekent ook dat het verbruik, in ieder geval op papier, een stukje gedrukt wordt. Nou, dat is natuurlijk weer mooi voor de BPM. En ook in de praktijk, je rijdt er echt best wel zuinig mee. Maar belangrijker, omdat die elektromotor de dipjes van de turbomotor kan opvangen, merk je bijna niet wanneer de verbrandingsmotor aan en afslaat tijdens het rijden. Als je gas loslaat, dan zakt de digitale toerenteller, die zakt gewoon helemaal naar nul. Geef je gas, springt het eigenlijk naadloos weer bij. Het gaat allemaal heel verfijnd, heel soepel. 9 versnellingen, dus ja, weet je, je zit eigenlijk bijna altijd wel onder de 2.500-3.000 toeren. En door die elektroduw daar voelt hij ook, nou ja, hij voelt gewoon lekker, rustig, soepel. Vraag je dan een keer wat meer vermogen, dan moet ik wel zeggen, hij mist een beetje vuur. Onderin komt hij de verbrandingsmotor niet echt lekker op stoom. Dan helpt die elektroduw wel, maar ook maar tot zekere hoogte. En als je eenmaal boven de 4.000 toeren bent, ja, dan gaat die motor een beetje rauw klinken. Het geeft gewoon niet het gevoel van overdaad wat je eigenlijk bij een Mercedes wel graag zou willen voelen. En dat is jammer. Voor de rest, objectief, hij is snel zat, hij is zuinig, hij is verfijnd. Maar dat beetje verwennerij, wat je misschien toch wel verwacht in een auto waar je, nou, met een beetje moeite toch een ton op kan stuk slaan, dat mis je helaas een beetje. Dat zit namelijk wel in het onderstel. Nou heb ik een versie met alle toeters en bellen, luchtvering, actieve achterasbesturing, adaptieve dempers. Maar dan heb je wel een auto die echt letterlijk in elk terrein uit de voeten kan. Die luchtvering maakt hem echt subliem comfortabel. Zet je hem in de sportstand, dan zakt hij juist een stukje naar het asfalt toe. En door die achterasbesturing hoef je eigenlijk maar een klein beetje in te sturen. En dan gaat die hele auto al draaien. Daardoor is hij wel heel zacht, maar niet afstandelijk, wollig, indirect of week. En dat maakt het compromis wat deze Mercedes vindt wel echt heel erg mooi. En daarmee bevestigt Mercedes weer eens dat ze dit op dit moment in ieder geval heel erg goed kunnen.
Ja, en dan merk je eerlijk gezegd wel dat deze Q5 gewoon al een tijdje op de markt is. Want luchtvering zit hier niet op, maar kun je nog bestellen. Maar iets als vierwielbesturing, dat zit er gewoon helemaal niet op. En ook augmented reality navigatie, dat kun je dus gewoon vergeten. Maar ook de veiligheidssystemen, het is er allemaal wel. Het meeste optioneel, moet ik erbij zeggen. Maar de lane keeping assist en het volgsysteem, het werkt allemaal gewoon net even wat minder geraffineerd. In die Mercedes, als je in de file terechtkomt, druk je op 2 knoppen en dan kun je eigenlijk de krant gaan lezen. Want die auto doet alles zelf, houdt zichzelf netjes binnen de lijnen. Dus als er dan een motor tussen de file doorkomt, dan is dat ook meestal geen enkel probleem. En bij deze Audi hou je het toch liever allemaal een beetje zelf in de gaten. Want hij gaat een beetje zo tussen die lijntjes heen en weer en ook in de file doet hij dat. Dus daar moet je toch net eventjes wat beter op letten. Het is allemaal niet slecht, maar je merkt gewoon wel hoe hard het technologisch gegaan is in de afgelopen, nou, pak een bijt, 5, 6, 7 jaar. En dat geeft deze Audi wel gewoon een achterstand. Nou moet ik wel zeggen, deze heeft dus een passief onderstel. Het is minder uitgebreid dan wat Mercedes doet. Die is gewoon en heel comfortabel en nog best wel dynamisch. De wegligging is gewoon dik in orde. Je kunt er mee offroaden, de wagenhoogte verhogen, et cetera, et cetera. Deze gaat wat minder ver, maar het compromis wat dat passieve onderstel vindt is wel heel erg fijn. Hij is echt ontzettend comfortabel, hele afstandelijke inrichting. Het is weliswaar een S-Line, maar in tegenstelling tot sommige andere Audi's zit er niet zo knetterhard sportonderstel onder. Dan is het eigenlijk gewoon een heel comfortabel ding. Het is prima. De vraag is een beetje van, hè, prima, is dat goed genoeg in een segment waar de prijzen toch al gauw 80, 90.000 euro aantikken met wat opties. En het is nogmaals echt wel minder dan wat Mercedes aanbiedt, maar slecht is het ook zeker weten niet. De motor die valt zelfs in positieve zin op. Ik zei al, het is ook een 2 liter 4-cilinder turbo, ook 204 pk, 320 Nm, ook een mild hybrid. Wel van een wat oudere generatie, dus 12 volt mild hybrid. Dat betekent minder vermogen. Dat betekent ook dat je het aan- en afslaan van die 2 liter wat meer voelt. Maar de motor zelf, dat is een lekker vinnig ding. Hij pakt al heel vroeg op. Hij heeft weliswaar hetzelfde maximum koppel. Hij levert dat wel al bij iets van 1300 toeren. En dat betekent dat, ja, waar die Mercedes een beetje het vuur mist onderin, komt deze meteen heel snel uit de startblokken. Trek je dan een keertje door, dan klinkt hij ook gewoon wat enthousiasme. Hij heeft wat minder moeite met zijn vermogen leveren dan die Mercedes. Waarbij het allemaal wat meer, moet het echt? Oké, dan doe ik het wel. En deze gaat er gewoon lekker voor. Die 7 traps automaat met dubbele koppeling. Die is ook wat alerter, schakelt wat sneller terug. Dus ja, weet je, het totaalpakketje van die aandrijflijn, het is zeker niet minder dan die Mercedes. Het is op een andere manier heel erg fijn. De prijzen in dit segment, het loopt wel heel erg hard uit de hand. Want deze auto is niet eens heel bijzonder uitgerust. Het kost je al 80.000 euro. Die Mercedes, een ton. En daar zit wel veel meer op en aan. Maar ja, dat zijn wel serieuze bedragen als je bedenkt dat je met in principe de basismotor onderweg bent. En ja, dan zei ik al, de technologie gaat zo verschrikkelijk hard. Dat geld moet wel ergens waargemaakt worden. En dat doet die Mercedes met al zijn technologie toch net wat overtuigender dan deze Audi.